Op een dag dreef er een rieten mand op de Nijl, de grote Egyptische rivier. Er lag een jongetje in. Zijn moeder kon niet voor hem zorgen. Ze hoorde bij het volk Israël. En de Israëlieten waren in die tijd slaven in Egypte. Alleen de Israëlitische meisjes mochten blijven leven. Want de Egyptenaren waren bang dat het volk Israël anders te sterk zou worden. De moeder van het jongetje hoopte dat iemand hem zou vinden die wel voor hem kon zorgen. Als je in mijn ogen kijkt, lijkt de wereld stil te staan. De wind houdt op met waaien en bevroren is de maan. Je bent stralend als de zon, je bent volmaakt zo naakt en klein. En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn. Ik wist niet dat ik na één blik zoveel van je houden zou. Maar ik weet nu al niet eens meer hoe ik leefde. Al die wezenlijke dingen leek ik blind tot dit moment. En die zijn ineens zo zichtbaar nu dat jij er bent. Oh, ik hoop dat ik je geven kan wat jij me geeft zolang ik leef. Ik zal wat ik bedoel, wat in woorden niet te vangen is voor mij.